hier de burgemeester op bezoek en die mag samen met jullie lekker ontbijten. En waarom is lekker ontbijten zo belangrijk? Of misschien gaat hij dat dadelijk wel ook vragen. Misschien kan ik beter nou stoppen met vertellen. En jullie in ieder geval een heel lekker ontbijt wensen. Want dat is wel heel belangrijk voor de start van de dag. En dan geef ik het woord even aan de burgemeester. Ja, zodat ik zie op je vingers. Kunnen we even ook doen. Ik heb een prachtige stoel voor me neergezet, zeg. Kijk. Ik voel me bijna Sinterklaas. Die zet je op zo'n stoel. Hè. Komt hij ook nog op bezoek hier? Ja. Fijn dat ik bij jullie mag zijn. De burgemeestersklas 2022. En waarom zijn jullie dat geworden? Omdat je een prachtige kleurwedstrijd mee gedaan hebt. Hè? Een tekening moest er gemaakt worden. Omdat jullie daarmee hebben meegedacht. Hoe moet die nieuwe burgemeester van het land van Kuik er nou eigenlijk uit gaan zien? En dat bedoel je dan niet heel letterlijk. Maar jullie hebben er een heel mooi kleurrijke poster van gemaakt. Maar dat was eigenlijk een aanleiding om te kunnen kiezen waar ik dit jaar naartoe zou gaan bij het Nationaal Schoolontbijt. Want we hebben vandaag Nationaal Schoolontbijt. Dus bijna alle scholen in de gemeente Land van Kuik zitten ze nu net als jullie met het eigen meegebrachte bordje en het bestek. Misschien wel een knorrende maag. Ja. Hey, en wat is gezond eten? Ik vraag het eens heel anders. Wat vind je het allerlekkerst? Gezond eten. Ik vraag ook twee dingen tegelijk. Je hebt maar gelijk. Wat vind jij, wat is voor jou gezond eten dan? Broccoli. Pizza. Pizza. Dat is het antwoord pizza. Op de vraag wat je het allerlekkerst vindt. Ja. Oké. En je weet dat broccoli eigenlijk gezond is, dat zeg je. Sushi lekker. Oh, je kunt moeilijk kiezen. Sushi. Nee, lekker. Sushi, pizza. Wij hadden het vroeger altijd over de 4 P's en dan komt nog pasta en patat, pizza, maar dat is meer voor als het feest is, hè? Als je 's morgens vroeg eet, en eigenlijk zei ze dat al, dan heb je de hele dag een beetje energie. Als je dat niet doet, heb je misschien wel de hele dag dat je aan het snoepen bent. En dat is weer niet gezond, hè? Wat gaan we voor de rest van de dag doen? Als we ontbeten hebben? Leren. Lunchen. Ja, daar heb jij nou al behoefte aan dan natuurlijk. Maar je zult zien dat als je ontbeten hebt, dat je tot de lunch mag je aan het werk. Ik ben benieuwd wat meester Matthijs allemaal bedacht heeft. Straks krijgen ze ook nog een gezonde tractatie. Om te laten zien wat gezonde tractaties zijn tijdens de ochtendpauze. Oké. Ik mag een buffet openen. Zo heet dat netjes. Dus ik mag mijn bordje pakken. En dan ga ik wel even vragen, wat heb je hier liggen? Ja, dat is volgens mij is dat lekker pindakaas. Oh, pindakaas. En dan kom ik zo meteen wel langs voor wat te drinken. Zo. Even kijken. Oh, dit is chocopasta. Dat is natuurlijk ook wel lekker, jongens. Ja, en het is zelfs chocopastinaak. Ja, dat zei je al. Wat zonder variant van de chocoladepasta. Oh, oké. Heb ik begrepen. Zo. Lekker tomaatje erbij. Je boter erbij. Misschien handig een mesje mee te nemen als je ook iets wil smeren. Ja, dat is wel handig. Is dan wel zo handig? Nou, hartstikke goed. Oh. Wat is het? Ja, melk. Ja, neem ik een beetje. Geweldig georganiseerd hier, hè. De regenboog. Dankjewel. Dit is dus het is met de yoghurt. Heb je dat ook bij? Dat is eigenlijk speciaal voor warm drinken. Maar dat doe je dan in de middag. Ja, ik kan niet spelen. Of naar Rosendaal, of naar Stedelijk. Oké. Eentje met hem? Ik heb er al eentje, maar ik moet een abonnement aannemen. Als je het ook wel even. Wat zeg je? Elk. Mooi. Ja. Goed zo. Hartstikke goed. Ja. Want jullie waren zo geweest, begrijp ik, hè? Ik wil dat alleen doen. Oh, kijk, ja, dan doen we. Ja. Ik geef het nog even naar de meester. Hey Damjan, wil jij nou ook burgemeester later worden? Voelt het fijn zo met zo'n ketting? Nee, waarom? Dat niet. Oh, zo is het. Is hij zwaar? Is hij zwaar? Nou, niet echt. Niet echt? Zie ik hem denken. Ja. Mooi. Het is wel bijzonder, want iedereen mag zo'n ketting zo maar om, hè? Zo. Ja. Hey, maar ik ga nog naar een andere klas bij jullie.
Ik steek even de gang over of zo. Ik wens je nog een hele fijne dag. Hij zit nog steeds te poseren, dat is heel mooi. Goed zo. Meisjes, kijk eens, hier staat, staat een meneer. En weet jullie wie deze meneer is? Ja. De burgemeester, ja. En de burgemeester komt speciaal bij ons vandaag op school in verband met de schoolontbijt. Maar dat mag hij even zelf vertellen. En misschien is het wel even handig als je je boterham gesmeerd hebt, dat je even dan lekker daar gaat van smullen weer. Want is het lekker het schoolontbijt? Ja. Ik zie het eigenlijk. Ik wil het lekker gaan. Ik kan nog een beetje snijden. Nee, mag geen. Dit doen we in de sla. We gaan ook onze sla oogsten vandaag. Oh, je hebt je sla. Ja, wat gaan we doen? En wat eet je? Wie eet er thuis nog iets heel anders dan wat hier nou staat? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt allerlei andere dingen eten. Soms brood. Brood. Ja. Maar andere brood. Oh, andere brood. Andere. Oh, oké. De dunne. Nee. Platte. De ronde brood. Die ronde, mooie, ja, het turfbrood noem je dat? Ja. Ja, oké. Okay. Dus er is ook een nieuwe keten gemaakt en die zal in januari of februari klaar zijn. Dus dat is ook wel iets heel bijzonders. Deze is al, een jaar of 60 oud, 65 jaar ongeveer is deze nu. Zo, ja. Zouden jullie opa's en oma's misschien. En daar staat het wapen van Nederland op. En aan de andere kant het wapen van de gemeente.